Lysias de redenvoering tegen Eratosthenes paragraaf 4. Lysias heeft een redenvoering geschreven voor Eifiletos, die beschuldigd wordt een man, de minnaar van zijn vrouw, met voorbedachte raden vermoord te hebben. In het prooimien, de inleiding, verzoekt hij de jury allereerst zich in zijn positie te verplaatsen en te bedenken wat zij in de situatie gedaan zouden hebben. Als dat hetzelfde is als wat hij gedaan heeft, dan is de consequentie dat ze nu alleen maar verontwaardiging kunnen voelen over wat Eifiletos is overkomen, en dat de in de wet vastgestelde straf te laag is. Daarna maakt hij duidelijk dat dit misdrijf overal in Griekenland tot dezelfde straf leidt. Het is dus zo dat iedereen deze grove vorm van belediging verfoeit en verafschuwt. Niemand zal dus zo lichtvaardig over echtbreuk denken dat hij denkt dat iemand die zich daaraan schuldig maakt slechts een lichte straf verdient. Hierdoor hoeft hij alleen maar te bewijzen dat Eratosthenes zich hieraan schuldig heeft gemaakt. En dit wordt uitgewerkt in paragraaf 4 die een prothesis, een Propositio bevat, dat wil zeggen een korte aanleiding van hetgeen door hem bewezen of weerlegd moet worden. Hij begint zijn prothesis met hegumai, ik meen. En uh, spreekt de jury dan vervolgens aan met de vocativus o-andrees-mannen. En de jury bestond uit allemaal mannen. En bij hegumoi hoort de infinitives dein. Ik meen uh, dat een dat het nodig is, en bij het woordje dein staat ook een aci, dat het nodig is, en dan is me, de subject accusativus, de accusativus die het onderwerp wordt van de datzin, dat ik, en de infinitivus is epideixai, een infinitivus um, aoristus, dat ik aantoon. Het leidend voorwerp daarbij is toetel dit. Um, nou, normaal wordt in plaats van epideixai... Uh, ...apo-dijknumie gebruikt, maar hier alleen epi -numie. Het legt namelijk meer de nadruk op de waarneming. De feiten spreken voor zich. Het gaat niet om de argumentatie zoals bij apo -numie het geval is. Wat hij gaat aantonen staat vervolgens met een hoofdzin... ...en die valt uiteen in twee delen die elk drie onderdelen hebben. Het eerste deel uh, van zin 1 zien we dus hier... Dit is het eerste wat hij wil bespreken, en dat valt hij uiteen in 1a, b en c. En dan hebben we ook nog 2a, b en c. Dan kijken we eerst naar deel 1, en dan het eerste onderdeel begint met. Uh, E-mooi-guien is de persoonsvorm hij verleiden en het onderwerp is eratosthenes. Dit is voor het eerst dat in de redenvoering de naam genoemd wordt. Hij verleiden, dus eratosthenes verleiden, wie hij verleiden staat erachter in de accusatives. Ten gunaika, ten emen, mijn vrouw. En door emen op deze manier te positioneren komt de nadruk op de bezitter. Had hij het zonder nadruk willen zeggen altijd het je moe gebruikt. Dus hij, uh, het is nodig dat ik aantoon dat Eratosthenes verleid heeft, mijn vrouw. En dan het tweede onderdeel, de persoonsvorm is die heeft hij hij heeft te gronden gericht, hij richt het te gronden. Uh, en hier wordt het verleiden dan geno uh, bedoeld. En dat is ekeinen, haar, en dat is ook gebruik van een woord naar iets dat niet bij de spreker, dat ver weg van de spreker is. Nou, en de vrouw is hier op dit moment natuurlijk niet aanwezig. Dus hij richtte haar te gronden. En dan zien we uh, de constructie te kai. En die verbindt die twee dingen, de twee persoonsvormen met elkaar. Die heeft verbonden met schuine. Um, hij maakte te schande. En het leidend voorwerp daarbij is tus paidas, emus. En ook hier zien we het woordje uh, mijn achterop. En benadrukt gebruikt worden. Dus hij richtte haar te gronde en mijn kinderen te schande. Nou, later zal blijken dat hij maar één kind heeft. Dit lijkt een retorische overdrijving. Maar voor een Griek was het gewoon om bij een huwelijk over meerdere kinderen te spreken. En als je dan ook verder gaat bekijken. wat hier is gebeurd, heeft ook gevolgen voor toekomstige kinderen. De schande is namelijk dat het vaderschap niet bewezen kan worden. En dat heeft consequenties voor het Atheens burgerrecht. Ten slotte komt hij dan nog met Eme Auton, mijzelf, en krijgt extra nadruk in plaats van Eme Auton. En nu zet hij zich af tegen zijn vrouw en kinderen. Dus zijn vrouw en kinderen zijn op een manier behandeld door Eratosthenes, maar hij is mijzelf e hubris, en beledigde hij. Hoe? Hij hem beledigd heeft staat met het participium eis ion participium praesens, bij eis amy binnengaand en waarin hij binnen is gegaan staat met IJs plus een accusativus. en ook hier ten ten ten. Amen zien we als laatste het woordje amen staan een nadruk op de bezitter en dit komt neer op eigenlijk op huisvredebreuk en daar hadden de Atheners een grote hekel aan. Dan gaan we kijken naar het tweede deel en waarin het eerste gedeelte de onderdelen van de opsomming door middel van kai met elkaar werden verbonden wordt in het tweede deel gedeelte steeds het woordje oete gebruikt oete Oete, oete. En hier hebben we dan ook weer te maken met een polycyndaton, Een opzomming. Maar dit is de negatieve tegenhanger van de eerste kooi 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 constructie. In het eerste gedeelte heeft hij gezegd wat Eratosthenes hem heeft aangedaan. In het tweede gedeelte zegt hij wat hij Eratosthenes heeft aangedaan. En in dit geval wat hij hem niet heeft aangedaan. Het belang ligt bij het aantonen dat er geen. Uh, dat het geen moord met voorbedachte raden was, en daarom moet hij een motief onaannemelijk maken. Nou, dan begint hij met het ontkennen van een extra. En niet Oete, en niet. De persoonsvorm is en was er, en het onderwerp is extra. En bij het extra hoort ook Oudemia. En was geen enkele persoonlijke vijandschap. We hebben hier te maken met een dubbele ontkenning. Er zijn twee ontkenningen, zowel Oete. Als Oede, Mia is een ontkenning. Die, saam, die laatste ontkenning is samengesteld. Bestaat uit Oede plus Mia. Mia is het uh, telwoord 1. Nou, de laatste is dus samengesteld. En dan, worden, uh, dan versterken die uh, ontkenningen elkaar. Er was helemaal geen vijandschap. Waar tussen die vijandschap bevindt, staat met een datius, e Kai, e-kainoi, tussen mij en hem. Nou, e-kainoi verwijst naar iets buiten bereik van de spreker. Eratosthenes is natuurlijk overleden, dus die is niet in het bereik van de spreker en dus wordt e-kainos gebruikt. En dan is er nog het uh, plan Tauten, behalve deze, en dit verwijst naar de echtbreuk die door Nes is gepleegd. Uh, dan het tweede onderdeel, en dat is het ontkennen van Ying's Winstbejag. Ook een aanklager moest dit doen, dat de aanklacht niet werd gedaan om er zelf beter van te worden. En dit is dus ook iets dat nu Euphiletos doet. We beginnen met de persoonsvorm, dat is epraxa, een aoristus, eerste persoon, enkelvoud. Ik heb gedaan, ik deed, wat hij deed is tauta, ik deed deze dingen, nou ja, ute, niet, en niet deed ik deze dingen. En dan hebben we het woordje ekeina, en dat staat altijd achter het woord, achter de genetives die erbij hoort. Heenuka, he sorry, uh, betekent wegens, en gremata is dan geld. De HINA-zin plus een conjunctivus. HINA plus de conjunctivus geno um, Is een finale zin. Het is een bijzin van doel. De conjunctivus geno kun je vertellen met opdat ik word om te worden. En dan plousios is het namelijk deel van het gezegde dat erbij hoort. Opdat ik rijk word. En dan ek plus een genitivus. Duidt op het onmiddellijk op elkaar volgen van die beide toestanden: rijk, ek. Penetos uit armoede. Daarmee wordt bedoeld het in één klap rijk worden. Nou, Penetos moet je nog wel weten is niet uh, het niets hebben. Dat betekent niet dat hij helemaal niets had, maar betekent dat hij geen overschot had, maar ook geen tekorten. Het derde onderdeel wat dan met Oete wordt aangeduid en niet. Nou hierbij moet je een groot gedeelte van het de vorige zin aanvullen. En niet praxatauta, het hele woordje heneka, pra e praxatauta kun je hierbij aanvullen. En niet deed ik dit vanwege en deze genetivus hangt dan af van het aan te vullen heneka. En niet deed ik het vanwege. En ook hier hebben we weer te maken met een dubbele ontkenning, oete udenos. Vanwege geen enkele, geen enkel ander. Alu-kerdos, ander voordeel. Nou, en hiermee beëindigt hij eigenlijk de negatieve reeks waarin hij aangeeft welke motieven niet van toepassing zijn, en vervolgens sluit hij af met een positieve verdedigingsgrond grond, waarom hij het wel deed. En dan hebben we plan plus een genetivus, en dat is test um, en daarmee hebben we plan behalve en plus die genitief Timorias behalve vergelding en welke vergelding staat ertussen met kata plus een accusatief is overeenkomstig toesnoeust de wetten. Heb ik nog twee uh, dingen opgenomen onderaan? Ik heb de eufemisme nog opgenomen, die heb ik niet genoemd en dat eufemisme slaat terug op het tauta. Ik deed deze dingen en heel eufemistisch uh, bedoelt hij daarmee. Uh, de moord. Dus in plaats van dat hij zegt, ja, ik heb de moord niet gepleegd, zegt hij, ja, ik heb dit niet gedaan. Dat maakt het wat zwakker.